We bouwen een extreem huis op de Nether. Dit houdt in dat we elkaars hoofd gaan bouwen. En je moet hierin ook nog eens kunnen wonen. Dat past vast wel. Jouw hoofd is zo groot. Wat? Is dat nou een belediging? Nee hoor. Dennis' hoofd is denk ik best wel makkelijk te maken. Het enige wat we nodig hebben is, denk ik, white terracotta. Dat zat het. Wow. Oké, je hoort zoveel rare geluiden in de Nether. Oké, we hebben brown nodig. En misschien ook brown concrete. We hebben namelijk twee verschillende tintjes nodig. Ik vind het zo eng hier. Ook hebben we white concrete nodig. We hebben yellow nodig. Ik word hier heel bang. Ik wil het liefst zo snel mogelijk klaar zijn met deze hele bouwchallenge. We hebben ook nog black nodig en orange. Oké, laten we beginnen met het hoofd van Dennis. Ik ga het doen in stukjes van 3x3. Dus 3 zo. En dan even kijken hoor. Hier moeten dan ogen bovenop komen. Op deze manier. Trouwens, dit is veel te hoog. Ik weet hoe ik het ga doen. Hier moet dit komen zo. Hier komt dit. Dit zo, zo. Dit zo, dit zo, dit zo en dit zo. Hoppakeetjes. Misschien moet hier wat meer ruimte tussen. Ik weet het niet. Ik denk dat ik het op deze manier wil maken. Dennis' hoofd is iets lager normaal. Normaal zit hier onder maar één blokje en is zijn oog maar één blokje. Maar ik wil het wat groter maken dan normaal eigenlijk. Dus misschien dat zijn oog zelf dan daadwerkelijk ook een stuk groter moet worden. Die moeten denk ik dan 3x3 worden. Of 2x3. Dit is zo lastig. Oké, het hoofd moet nog een stuk groter. Dit is dus wat ik bedoel met extreem. Dit wordt echt een extreem groot hoofd. Maar ik denk dat dit echt perfect is. Ja, dit is top. Dan heeft Dennis bovenop zijn ogen altijd best wel grotere wenkbrauwen zo op deze manier. Oh, maar dit huis moet ook wel groot worden. Er moet een heel huis letterlijk in passen nog. Hoor ik nou een spook? Oké, laten we hopen dat dat onder in de Nether is. Hier zit dan altijd een beetje haar aan de zijkantjes. Dit loopt zo naar beneden dan. Ja. Helemaal langs het oog. Dan moet dit zo op deze manier hier helemaal er langs komen. Langs de wenkbrauwen. Oh, dit ziet er zo gekkig uit. Ik weet het, oké. Hier loopt Dennis zijn hoofd nog iets meer naar voren torso. En dan zo. En dan komt hier ook een soort 3D-effectje misschien creëren bij zijn wenkbrauwen. Ik weet niet hoe dat staat. Nee, dat ziet er niet uit. Maar laten we hier maar boven de snavel van de eend gaan maken. Dat is iets wat er sowieso bij moet natuurlijk bij Dennis' skin. Hier moet dan vervolgens een hele grote lijn erop op deze manier. En daar moeten natuurlijk de oogjes bij komen van de blije eend op Dennis' muts. En dit ziet er wel uit als Dennis, toch? We kunnen deze oogjes wat groter proberen te maken. Even kijken hoor. Nee, dat ziet er heel gekkig uit, denk ik. Hoe ze hier stonden was perfect. Dan moeten we nu nog de rest van Dennis' hoofd maken. We zitten natuurlijk in de Nether, dus ik wil er ook zo meteen iets netherachtigs bij toevoegen misschien. Maar wat kan je er voor netherachtig iets bij toevoegen het beste? Lava! Ja, dat gaan we doen! Oh, dat zou zo cool zijn. Dan hebben we gewoon boven de Nether iets met lava. Een soort netherachtig gebied wil ik hier omheen maken. Ik bedoel, we hebben de enge geluiden al. We hebben Dennis' enge hoofd al. Sorry, Dennis. Maar wat we ook kunnen doen is dat we de binnenkant van Dennis' hoofd helemaal netherachtig te gaan maken. Oftewel dat het lijkt dat als je Dennis' hoofd instapt, je letterlijk de Nether instapt. Na lang bouwen is het hoofd af. We moeten alleen nog ergens een ingang zien te maken. We zouden die hier kunnen maken. En dit moet dan een soort van Nether ingang gaan worden zometeen. Of we maken hem in Dennis' mond. Ik denk dat dat cooler is. Dus dat we gewoon hier een gat maken en dat Dennis' mond zometeen wordt omgetoverd tot een soort Nether portaal. Dan hebben we natuurlijk obsidian nodig. Crying obsidian nodig. We hebben ook netherrack nodig. Wat nether gold ore, wat nether quartz ore. Zodat we het een beetje detail kunnen geven ook straks. En heel veel lava. Laten we dit maar een klein beetje gaan omtoveren. Oh my god, dit is zo cool. Oké, dan doen we nog wat blokken hier zo, dat het een beetje zo eraf druipt als het ware. En dan moet het hier langzaam veranderen in de nether. Ik heb er ook een klein bergje bij toegevoegd aan de zijkant hier. En dan moeten hier nog allemaal random blokken komen. En dan uiteindelijk hier nog een blokje. Wat we ook nodig hebben is vuur. En ik wil een klein lava meertje hier hebben. Op deze manier. Dat ziet er al heel netherachtig uit. En dan daar wat vuur en hier wat vuur met Dennis' oog. Laten we ook wat nether planten toevoegen. We zouden dit zo kunnen toevoegen. Oh, dit kan hier niet eens groeien. Kunnen we hier een wither rose zetten? Dat is wel heel cool. Alsof er een soort dode rozen staan hier. Een dead bush, is dat ook mogelijk? Nee, die kan ik niet neerzetten. Dat is jammer. Maar dit ziet er wel echt super cool uit zo.
Dan wil ik hier ook wat blokjes in Dennis zijn hoofd zelf een beetje laten veranderen. Op deze manier. Ik denk dat dat wel heel cool kan zijn. Komt er hier nog wat vuur bij. En laten we er ook een blauwe vlam bij zetten op Soul Sand. Oh, dit is zo cool. Wat we dan moeten doen is, we moeten natuurlijk een soort van effect creëren alsof we echt een enderportaal inlopen. Of een netherportaal inlopen hier zo. En dat ga ik doen door heel wat glas te plaatsen. Dus we maken het portaal nog een beetje af. Door hier en daar even wat mooie blokjes te zetten. En dan komt dit daar, dit daar. En dan loop je zo op deze manier daadwerkelijk door een echt netherportaal, zoals je kan zien. En de binnenkant wordt natuurlijk veranderd in de nether. Dan moet er hier zo meteen een bergje komen rondom de netherportal. Zodat die een beetje ingebouwd is op deze manier. En ik wil sowieso alles wel een beetje ingebouwd hebben eigenlijk. Dennis' hoofd moet namelijk niet meer zichtbaar zijn vanaf hier binnen. Zodra je hier binnen stapt is het gewoon een hele andere wereld. Dennis gaat zich zo niet op zijn gemak voelen in zijn nieuwe huis. Ook moet er een hoekje komen waar heel veel soul sand komt. Dat komt hier zo'n beetje te staan denk ik. Of nee, in deze hoek hierachter wil ik dat hebben. We moeten gewoon van elk stukje van de nether een klein gebiedje hebben. Oh, dit ziet er zo gaaf uit hier. Laten we ook wat black concrete gebruiken. Op die manier kunnen we het namelijk een beetje laten lijken alsof het hier gewoon echt voor eeuwig doorgaat hierachter. Als je snapt wat ik bedoel. Het is gewoon een beetje donkerachtig dan. Dit bakenen we dan weer een klein beetje af met al dit netherrack hier zo natuurlijk. Zo op deze manier. En dit loopt hier mooi een beetje over. Hier komt namelijk weer een heel ander gebied te staan. Maar deze hoek hierboven is zo cool. Wow. Ik wil ook wat crimisonilum. Geen idee hoe dit uitspreekt, maar... Dat is tenminste wel een netherblok. Daarvan komt een hoekje in deze hoek te staan. En je hebt deze variant ook in het paars, dacht ik. Een soort warped iets. Heet dat warped? Ja, dat heet warped. En dat komt dan hier zo'n beetje te staan, in deze hoek. Zodat dat als het ware een beetje overloopt erin. Hier moet natuurlijk heel erg veel netherrack gebruikt worden. Dus dat gaan we ook een klein beetje plaatsen hier zo op deze manier. Leuk in de hoekjes, heel random opvullen. En dan wil ik hier weer dat het helemaal in het zwart wordt opgevuld eigenlijk hierboven. Zodat we hier weer hetzelfde effect creëren als daarboven. Dat het lijkt alsof het gewoon nooit ophoudt. Ook is het zo gaaf dat die particles hier een soort zitten. Het lijkt net alsof het allemaal sterretjes zijn of iets. Deze hoek wordt helemaal opgevuld met netherrack op deze manier. Zodat het lijkt alsof hier een soort, echt een soort grotachtig iets zat. Hoppakee, dit ziet er heel goed uit. Hier mist nog een blokje. Hoppakee, en hier missen nog een paar blokjes. Kunnen we hier wel deze mooie plantjes op zetten? Ja, dat kan. Oké, dat is perfect. Dat ziet er zo cool uit gelijk. Oké, dat moet hierboven dan ook komen natuurlijk. En bij de warped biome komen natuurlijk allemaal warped plantjes te staan. En ook wil ik een klein boompje erbij maken. Dat lijkt me super cool. Daarvoor hebben we dit nodig. Zo, op deze manier. En dan moet het zo een beetje komen. En dan komt hier al die blaadjes te hangen, denk ik dan. Voilà, dit ziet er super cool uit. Oh, deze hele biome is soort af hier binnen. Nou ja, om natuurlijk een echt huis voor Dennis ervan te maken, moet hij wel een bedje hebben waar hij kan slapen. Want ja, anders krijgt die jongen allemaal nachtmerries. Dus dit is zijn huis. Perfect! Wow, Dennis heeft gewoon mijn hoofd gemaakt. Even kijken hoor, of het overeenkomt. Mag ik naar binnen, denk ik? Even de achterkant ook beoordelen of die ook overeenkomt. Oh, ja, dit volgens is mijn mij achterkant. Namelijk wel. Ja, hier ook. Ja, dat lijkt precies hetzelfde. Ik heb mijn capuchon niet eens gemaakt. Hoezo ben ik helemaal kaal aan de achterkant, Dennis? Dat ben je ook. Ik heb haar. Daar zit haar. Waar? Daar! Ik zie het niet! Oh! Oké, ik wil gewoon weten hoe mijn huis is, Dennis. Ik ben benieuwd. Oké, ga maar naar binnen via het klepje. Yes. Ga maar kijken. Volg mij maar. Ik moet met een klepje naar binnen. Wow, Dennis, dit is zo cool. Dit ziet er heel knussig uit. Ik heb alles natuurlijk in de stijl blauw gedaan. Een blauwe schilderij. Je favoriete kleur armor natuurlijk. Diamond armor in de kleur blauw. Een blauwe vloer. Een blauwe bank. Met een televisie. Oh, dat is zo nice. En de televisie die werkt echt. Oké. Hij doet het niet. Jawel, hij werkt wel, maar dan is de verbinding hier niet zo slecht. Omdat, we zitten boven de nether. Ja, dus... oké, dat kan het zijn inderdaad. Ik wil boven kijken, Oké, met de trap gaan we naar boven, naar jouw slaapkamer. Wow, het is nog best wel ruim hier eigenlijk. Ik ga alleen niet in dat bed slapen. Hoezo? Nou ja, dan gebeurt dit. Alex, muis! Ik daarentegen heb overal over nagedacht. Welkom in jouw huis, Dennis. Alex... Ja? Moet ik naar de tandarts? Ja, ik denk het wel. Dennis, ik weet dat jij heel erg houdt van eentjes. Ik weet dat je houdt van leuke kleurtjes en gewoon vrolijke dingen. Dat is dit huis niet. Dit huis is echt een nachtmerrie. Een nachtmerrie? Aha. Noem je mij nou een nachtmerrie?
Nee, het huis alleen. Kom maar met me mee, Dennis. Want je ziet hier al dat de buitenkant langzaam aan het veranderen is in jouw grootste nachtmerrie. Dennis, dat vuur, dat hoort daar. Ja, maar ik sta in de brand anders, oké? Nou ja, kom maar mee, Dennis. Dit is jouw huis. Welkom in de Nether. Welkom in jouw huis. Dit is de binnenkant. Dit is de binnenkant van jouw hoofd. Is het een brein? Nou ja, als jij het een brein wil noemen. Ook heb ik een mooi bedje gemaakt die niet kan exploderen. Dat is wel heel erg slim, want dat bedje net van jou, die idee, poef. Maar, nee, inderdaad. Hoe kom ik daar boven? Niet. Slaap lekker, doei. Ik heb alleen een bed. Oké.